De directie van Nieuwmond Suriname zal maandag een gesprek hebben met het traditioneel gezag. Dit nadat de wegversperring die was opgeworpen door het Mamaka gemeenschap was verwijderd. Volgens Shirley Soma Sumter, senior director external relations van Nieuwmond, is het probleem niet opgelost. De Pamaka gemeenschap is zeer ontevreden over de manier waarop afspraken ten aanzien van het Nieuwmond Community Fund worden nagekomen. Soma geeft aan wat er precies is voorgevallen. De wegversperring bij kilometer 58 gedaan is door een kleine groep van de Pamaka gemeenschap die onvrede had over onder andere het besluitvormingsproces van het Community Development Fund. En dat is een fonds dat door Nieuwmond wordt gefinancierd. Ja. Het fonds is bestemd voor de ontwikkeling van de Pamaka gemeenschap. En daar was vooral onduidelijkheid, denk ik, en ontevredenheid over het besluitvormingsproces. En hoe verder we gaan als Nieuwmond door met onze gesprekken met de Pamaka gemeenschap. En die gesprekken zijn natuurlijk al lang gaande en volgens een bepaald schema van wat we noemen engagement. Salma Sumter zegt dat in overleg met de gemeenschap nagegaan zal worden hoe de issues die opgebracht zijn door deze kleine groep opgelost kunnen worden. Er is maandag op lange termijn een crew toe, ja, met het traditioneel gezag van Pamaka, vertegenwoordigers van de groep van actievoerders en andere stakeholders, waaronder de districtscommissaris van Pamaka. Voor ons is het van belang dat we in productie blijven, absoluut. Maar we kijken vooral naar de impact op de gemeenschap, op de staat Suriname. Maar ook op onze employees, omdat we ruim 800 employees on site hadden die niet naar huis konden. Ja. En niet naar het werk konden. En ik zal u zeggen, daar zaten hele schrijnende situaties tussen van mensen die geconfronteerd zijn met verlies van familie in de stad. Ja. Niet aanwezig konden zijn bij geboortes. Ja. Die niet konden worden vervoerd naar de stad vanwege medische redenen. Dus dat is wat vooral heel erg onplezierig is geweest.